ding hoor ik ineens heel erg geluidig. Dat ik echt dat ik op mijn golf zat en uiteraard te doen. Maar het blijkt dus de buurman te zijn die hulp nodig heeft. Dus Sergio die is er naartoe. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, Lieftatties. Welkom bij een nieuwe video. Hi, Lieftatties. Welkom bij een nieuwe video. Je kijkt toch dan aan naar mijn limon, poppy. Hi, Lieftatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En Jesse Silver die zit achter in de auto. In zijn autostoeltje. We zijn onderweg naar de tandarts weer. Het is weer zover. En we waren eigenlijk van plan om toch nog een poging te wagen om naar Elena te gaan. Sergio's zus. Gebruik de twee rechterrijbanen voor de afslag naar E30 en A12 richting Zoetermeer. Dat je het even weet. Maar we gaan nog even kijken wat we gaan doen. Want Jesse Silver die heeft koorts. Toen ik vond hem al ontzettend warm. Toen heb ik hem gemeten. Toen was hij 38,8. En niet veel later had hij al 39,3. Dus hij is niet helemaal in zijn hummie. En het zonnetje is toch op komen zetten. Dus we gaan even kijken wat we gaan doen. Ja, ik heb hem er gewoon niet aan toe. Ik doe het liever dan gewoon of goed of niet, weet je wel. Het is wel iets belangrijks voor jou. Dus, maar wie gaat hier de bekken instellen? Ik heb vanmiddag een Nieke. En Nieke is van die ene zangeres van die. En ik vind dat papa blij. Ja. De poot met een tas naar mijn handen. Ga je dan naar de boevenkak? Gaat het goed? Dat was een leuke foto. Ja, ik moet terugkomen. Je moet terugkomen, Abby? Ja. Ja, ze zegt volgende keer even combi-afspraken in plannen. Dan kunnen ze het allebei tegelijk doen. Oké, dus we gaan naar de boevenkak. Naar de boevenkak. Dit is de making of! Welkom op de set van... Ja, ja van onze announcementfoto. Ja, want precies een jaar geleden hebben we deze foto online gegooid om bekend te maken dat we zwanger waren. Ja, jij bent zwanger. Ik hoorde, ik vandaag, ja, en ik hoorde vandaag weer Kai... Ja. Heb je het gezien? Nee. Oh. Wat dan? Ja, dat is verschrikkelijk. Mag ik niet zeggen bij zij is zwanger? Nee, dat kan zij niet. Zij is zwanger. Als zij diarree hebt, dan hebben we niet samen diarree. Nee, we zijn niet verwacht. Ja. Ik ben zwanger. We verwachten een baby en jij bent zwanger. Ja. Dat is alweer een jaar geleden. Maar dat deden we dus heel leuk met de honden en een hele setje hadden we gemaakt. Een heel setje. Maar nu is Jesse Silver er natuurlijk. Dus we willen de foto gaan reproduceren. Althans, we gaan het proberen. Jesse heeft er al heel veel zin in zo te zien. En we hebben ons alweer aangekleed in de nieuwere versie. En zien we er ook weer uit. Ja, heerlijk. En we gaan deze ook weer even een leuk uitzicht aandoen, even schoonmaken. En dan gaan we even kijken of je er zin in heeft. Misschien hem even wat eten geven of zo. Daar wordt hij altijd gewoon aan. Hij is ook weer helemaal zijkersnel. Hij is zijkersnel, weer. You know I love my dream Italian. Let go. And I show you how I feel Italian. Go down. Outfit change. Oh, dan kunnen we misschien gewoon een echte luier gebruiken. Voor de foto. Oh, we hebben geen aankleed tussen. Die is in gebruik. Nou, terwijl we bezig zijn met de voorbereidingen op de ding, horen we ineens heel erg geluidig. Dat ik echt dat ik op mijn golf zat en uiteraard te doen. Maar het blijkt dus de buurman te zijn die hulp nodig heeft. Dus Sergio die is er naartoe. Met zijn legerstreep. Heel stevig ding.
Geen idee. Ik dacht eerst dat het gewoon een gek was. Of iemand die grappig aan het doen was. Geen idee wat er aan de hand is. Ik hou mijn telefoon maar even in de gaten. Jesse ligt in de box. Dat is mijn buurman die daar woont. Want het lijkt zijn vriend te zijn. Niks meer. Oké, even een update. Blijkbaar is de vriend van de buurman heel depressief. En hij was heel erg aan het huilen, blijkbaar. Zo'n oudere man. Zielig. Maar zover ik weet, dus geen ambulance of politie nodig, gelukkig. Nou, hij staat erop. Echt zo wel. Best snel ook weer, hè? Nou, kijk, we liggen dan. Ja, er kwam iets tussen, want... Ja, ik heb het al mee verteld. Oh, je hebt het al verteld. Nou ja, hij is onwijs depressief, dat is natuurlijk niet zo leuk. Dus, mootje. Dat honden waren magnifiek. Hè, het is een die keek ook volgens mij. Kijk, we liggen dan. Dat zal die Ja, staat er weer goed op. Yes. Nou, ik ga snel eten. Ja. En dan. Ik ga sowieso te laat komen en ik stink. Oké. Love you. Nou, dit is ook wel weer heel schattig. En nu is er nog een pakketje binnengekomen. Namelijk ons. Nou ja, ons Jesse Silver zijn eetstoeltje. Want hij wordt er weer zo groot. En hij wil ook graag zitten en hij wil erbij horen en zo. En voor ons is het ook wat makkelijker als hij op ooghoogte zit. Dus deze is binnen. Ja, Sergio is op dit moment weg. Dus ik ga het zelf proberen. Ik verwacht er niet veel van. Aangezien ik soms echt zo'n domme koe ben daarin. Maar goed, ik ga het gewoon proberen, want ik kan niet wachten. Inmiddels 11 uur. Tijd voor het laatste flesje van Jesse Silver. Ja. Het eetstoeltje zit in elkaar. Mooi ding.
Ben je er blij mee? Ja, super gaaf. Leuk met die verschillende kleurtjes. Kijk gaaf. Is kei gaaf. Ja. Nee, het is een hele mooie stoel. Ja. Met, we gaan morgen maar even kijken of die erin wil zitten. Ja, kunnen we leven. Oh ja, dat vooral ook. Ik heb alleen nog geen leuk kussentje gekocht. En ook nog niet echt een bladbeschermer, zeg maar. Dus we moeten nog niet iets roods eten, want dan... Bladbeschermer? Ja, ik noem het even een bladbeschermer. Maar het is toch ook gewoon om te gebruiken? Ja, maar je kan er ook iets overheen leggen. Dat hij dan of daar zijn eten in kan doen of zo. Aluminiumfolie. Of nee. Zal ik hem inpakken met aluminiumfolie? Nee. Oh. Maar wel als je wat roods gaat eten hoor. Of hij. Dan krijg je het er gelijk niet meer uit. Zo, gaat hij. Hij is. Ze gaan dromen, denk ik. Ja. Hoe hij stikt er gewoon in. Oeh, jezus, I'm coming. Ik ben wel. Mijn nieuwe bar geweest. Uitgesproken. Ja, dat is leuk. Ja, een mooie tuin. Een grote, mooie tuin. Zou je niet verwachten als een... Gaan we even eruit halen, anders? Maar ja, zat ik daar uit, ging het regenen. Dus, ja, ik hoop dat het goed gaat met de buurman. Ik hoop dat jij lekker slaapt vannacht. Ik hoop het ook. Dus we zeggen voor nu weer, vond je dit een toffe vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, op het belletje te drukken. En dan zien we jou weer bij de volgende vlog. Mooi zeg. Ciao.